En het jaar daarop dan was het feest van zoveel jaar mijn ontvangst. 50 jaar. Ja. Herinneren jullie zich daar nog iets van? Ja, dat waren enorme grote feesten. Dat was nog de gouden tijd van de kolenmijnen. En elk van de 7 Kempische mijnen heeft dan dit jaar gebruik gemaakt, want ze bestonden niet allemaal even lang. Winterslag was de mijn waar het eerst kolen opgedolven werd. In 1914, augustus 1914. En dus, dat waren sympathieke feesten. Het voetbalplein van Winterslag heeft daar een enorme klop gekregen, want er was daar Vlaamse kermis op. En de voorzitter van de club was zo lieve Kindermans, was zo ongelukkig dat ze zijn mooi voetbalveld van de Duivels, van de vieze mannen van Winterslag, naar de knoppen hadden geopend. Maar dus, dat was een enorm feest natuurlijk, met alles erop en eraan. En ik herinner mij voor een speciale reden, er was een grote loterij waar ieder lid van het personeel een lotje kreeg. En er was onder meer een auto te winnen. En die auto, een Citroën, een 2PK, een kleine 2PK, werd gewonnen door een bediende die al een auto had. En we kennen elkaar goed, wij hadden nog geen auto op dat moment. En die zegt, wilt je die niet kopen? En ik heb gezegd, ja, toch eens over nadenken. Hè? En gaan vragen wat de prijs was enzovoort. En dus die auto van de loterij van het feest van Winterslag is de onze geworden. Met het betalen van 50.000 frank, dat was de prijs. Of zoiets al. Daar heeft u dus een hele tijd mee kunnen rondrijden. Daar hebben we dus heel lang mee rondgereden, een jaar of 5. Denk ik.